ben Lisanne, ik ben 27 jaar, kom uit Kastikum en ik ben atleet. Welkom bij 1 jaar later, het begin. Lisanne is een atleet die houdt van een beetje gekheid, chaotisch, heel veel trainen, heel zwaar trainen, veel wedstrijden lopen en dan vooral zoveel mogelijk en zo hard mogelijk uiteraard. 76.000, denk ik. Als ik echt grote wedstrijden loop, dan gaat het altijd omhoog. En vooral toernooien, dan loop je voor Nederland. Dat is toch wel echt, dat levert wel het meeste op, om het zo te zeggen. En dan daarna heb ik vaak een off-season dat ik niet veel trainen. Of vakantie gaan, dan gaat het altijd weer naar beneden. Dus het is wel overduidelijk dat mensen me willen zien wedstrijden lopen. Ja, en verder probeer ik gewoon wel echt een beetje gewoon mezelf te zijn. En niet iets te laten zien wat ik niet ben. Oké. Okay. Gestart? Oh, what the fuck? Oké. Okay. Serieus? Oh ja, dit is ook top. Serieus. Hoi. Hoi. Ja. Nou, het begon eigenlijk omdat we toen een sponsor hadden en daar wilden we graag, of hun vraag was of we iets meer filmpjes konden maken. Maar ja, toen is het een beetje uit de hand gelopen, denk ik. Want het zou eigenlijk echt voor 3 weken zijn. Nu is het dus al 3 jaar later. Ja, het begon eigenlijk toen ik volgens mij 11... Ja, toen ik 11 was. Daarvoor deed ik eigenlijk softbal. Maar ik kon geen bal raken eigenlijk met de knuppel. En ik kon vooral heel hard rennen over de honken. Toen zeiden ze, misschien moet je toch iets met het rennen gaan doen, want je bent wel snel. Dus toen ben ik met mijn moeder en mijn zusje naar de atletiekbaan in Heilo gegaan. En daar is het eigenlijk begonnen. En dan begon het gewoon met alle onderdelen doen en kijken wat ik het leukst vond. En ja, dat bleek wel hardlopen te zijn, ja. Ja, ja, maar oud was ik daar? Ik denk 17 of zo. Misschien ben ik al wel 20. Zo zie ik er wel een beetje uit. Ik denk dat ik tot mijn 16e echt 3 keer in de week trainde misschien. En dan nu train ik 6 dagen in de week. Ik denk mijn medaille in maart. Ja, in EK Indoor, was in Glasgow. Daar was, werd ik 3e. Dat was denk ik wel mijn hoogtepunt. En verder denk ik voor het ouderseizoen dat ik me echt al heb geplaatst voor de Spelen was ook wel echt een ding. Omdat het dan tijdens de finale was van de Diamond League. Dus dat was wel ook wel echt wel goed. Maar uiteindelijk vind ik medailles toch wel echt belangrijker. Dus ja, dat was wel echt denk ik het beste moment van het jaar. Oh, ja. Ja, dit was na de finale. Na een 400, dan lig je er meestal zo bij. Ik heb meestal nog wel dat meevallen. Maar dit was denk ik een beetje semi-teleurstelling. Maar ik moet altijd wel eventjes zo even nadenken over hoe het nou ging. En hier komen waarschijnlijk dan langzaam al die gedachten binnen. Hoi Lisanne. Ook ik zeg wat over een speciaal moment. En dan denk ik terug aan Glasgow vorig jaar. Waar jij de finale haalde, maar door een ongelukkige loting moest je in baan 1 starten. Nou, allemaal in de stress, voornamelijk je moeder. Maar jij deed het en dat was top. Je haalde brons en echt een superprestatie. Ja, ik weet gewoon hoe stressvol het is voor mijn moeder en ook voor mijn zusjes die gaan kijken. Het is, mijn moeder zit nu daar volgens mij ook half in tranen. En als ze eraan terugdenken, ik krijg ook gelijk tranen mogen. Maar ja, ik denk dat ik er wel wat grijze haren heb bezorgd, ja. Nou, ik denk wel dat ik heb mijn hamstring gescheurd. En dat was wel echt een domper, want dat was dan wel een grote. Maar ook daaromheen gewoon heel veel kleine dingen die elke keer gewoon opkwamen tijdens wedstrijden. Dus dat was gewoon, dat was gewoon vervelend en dat was gewoon irritant. En elke keer weer, dus dat was, maar dat was denk ik ook wel de hamstringblessure een oorzaak van, zeg maar. Ja. Ja, dat is niet best. Nee, ik zie aan mijn gezicht dat ik niet echt vrolijk ben. En dat weet ik ook nog wel. Ik was echt not amused eigenlijk. Wat in mijn hoofd, als ik dan de WK-finale haal, dan is dat goed voor de Olympische Spelen volgend jaar. Weet je? Dus dat, zo zat ik er, dacht ik erover na. Dus op zo'n moment, dan mis je dat. En dan zie je eigenlijk gelijk voor je gevoel het hele jaar daarna ook slecht. Maar, maar dat is natuurlijk niet zo. Maar ja, zo voelde dat wel even op het moment. Ja, dit is gewoon thuis waar we trainen eigenlijk. Dit was denk ik nog in het wedstrijdseizoen. Ja, dat was augustus. We doen wel dit echt samen. En dat, ja, sinds ik 2017 dan met Lau train, dan zijn we er wel echt heel erg naar elkaar toe gegroeid, zeg maar. En het is gewoon wel echt heel fijn om dit samen te kunnen doen. En dat is ook best wel uniek natuurlijk. Dus dat waardeer ik wel enorm. Of daar ben ik wel heel blij om dat we dat samen kunnen doen. Ja.
Hey lieve zus, ik wil het graag even met je hebben over het WK in Doha, waar je 11e werd van de wereld. Ik weet dat je niet echt heel tevreden bent met die prestatie, maar ik vind het echt super knap dat je dat hebt bereikt. Je hebt echt een heel goed zomerseizoen gedraaid, waarin je echt laat zien dat je bij de beste van de wereld hoort. En ik weet zeker dat je nog niet alles hebt laten zien wat je hebt in je hebt, want je hebt nog zoveel meer in je. En hopelijk komt dat er binnenkort allemaal uit. Dus ik wil gewoon even laten weten dat ik heel erg trots op je ben. Ja, dat is wel lief. Ik krijg altijd met dit soort filmpjes, als ik andere mensen dat over me zeggen, en vooral hun, dan krijg ik altijd tranen omhoog. Super irritant. Ja, ik heb tot nu toe wel elke keer dat ik zoiets heb van, oh, dit kan nog beter en dit kan nog beter. Er is nog niet een moment gekomen dat ik dacht, nou, volgens mij is nu alles wel goed of zo. Zeg maar, vorig jaar dacht ik, oké, voeding kan misschien beter. Nou, dat pak ik dan nu aan en nu denk ik weer, oké, ik moet nu gewoon echt zorgen dat ik geen blessures meer krijg. Zo zijn er elke keer wel dingetjes die ervoor zouden kunnen zorgen dat het wel echt beter kan. En ik denk dat ik wel nog een stuk harder kan lopen, ja. Maar dat het wordt wel steeds, de marges worden steeds kleiner, dus... Ja, alles moet bij elkaar komen en alles moet kloppen. Maar ik denk wel dat het harder kan, ja. Dit jaar is het natuurlijk best wel lastig. Ja, mijn originele doel was dat ik naar de Spelen zou gaan. Maar dat gaat natuurlijk niet door. Ik denk dat het wel op dit moment wel goed is dat de Spelen er niet zijn. Nu heb ik dan nog een jaar extra om me erop voor te bereiden. Dus ik probeer dat maar gewoon positief in te zien. Maar ik ga er gewoon van uit dat ik in ieder geval... in januari 2021 weer wedstrijden kan doen. En dat is dan indoor. En dan een paar maanden later zal weer de Spelen. Dus dat is wel waar ik nu probeer naartoe te werken. Dus ja, hoe het er precies uit gaat zien, ik heb eigenlijk geen idee. Hi guys, this is our mini home workout. So let's go! Ja, dat soort dingen proberen we nu maar een beetje te doen. Heel veel meer... Ja, kijk, we kunnen nog wel trainen buiten. En gelukkig kan ik nog met mijn zusje trainen. Daar ben ik wel blij om. Ik probeer dan wel gewoon met Laura lekker lol te maken zoals in zo'n filmpje. Omdat dat dan wel... Ja, dat helpt wel. Nou, hoi Lisanne. Nou, ik wil je ten eerste een ongelooflijk compliment geven over je inzet tijdens de trainingen. Zoveel doorzettingsvermogen, grote klasse. Maar ook hoe je met de tegenslagen bent omgegaan afgelopen 2 jaar... Al zat het tegen, het was niet te merken, je pakte het positief op en nu ook weer met deze vervelende situatie, onzekere situatie. Het is niet aan je te merken. Klasse. Nou, het is wel een beetje aan me te merken, denk ik. Maar hij houdt het netjes. Sven zegt dat soort dingen niet zo vaak, want hij is niet zo van de complimenten. Ja, hij wil niet dat ik overmoedig word of zo, denk ik. Of dat ik een beetje naast mijn schoenen ga lopen. Dat is maar goed ook, denk ik. Maar... Ja, we hebben wel samen veel ups en downs gehad, denk ik, ja. Ja, absoluut. Ja, ik ben wel heel blij dat we zo'n band hebben. En ook met mijn zusje natuurlijk, dat je met z'n drieën eigenlijk dat al vanaf jongs af aan doet. Dat maakt het wel extra bijzonder. Ja. Ik hoop een hele gelukkige Lisanne die heel hard heeft gelopen. Ja, ik hoop eentje die ondertussen een WK-medaille ook... op zak heeft, om het zo te zeggen. Maar ik hoop ook als persoon iemand die gewoon wel echt... ja, wat ik zeg, wel echt gewoon plezier maakt. En dat vind ik vind dat gewoon echt wel belangrijk. Ik bedoel, je leeft maar één keer. Dus waarom zou je het alles moeilijker maken dan het is, weet je wel? En ik heb ook wel echt dagen dat ik denk van... het is allemaal zo ingewikkeld en lastig. Maar ik denk dat als we al die dingen eromheen niet zo moeilijk maken... dan kan je er in ieder geval van genieten. En dat hoop ik wel dat ik dat over een jaar nog steeds doe.